Lieve YouTubers, hier een filmpje van Judith. Nu ga ik het over de maand mei hebben. Ik denk aan mei dat we dan misschien na IJsheilig, en dat is rond 11, 12 of 13 mei geloof ik, dan geen nachtvorsten meer hebben. In mei worden de vogeltjes weer iets actiever natuurlijk, gaan ze eieren leggen, alleen de koekoek en de griet niet. Want die leggen in de mei maand niet. Ja, het klinkt als een rijmpje, maar het is gewoon zo. Verder hoop ik dat het weer wat lekkerder weer gaat worden. Het is niet meer zo koud dan. Meestal is het dan zo'n graad of 15, misschien 16. Alle jonge dieren komen weer uit, worden geboren. Je ziet weer lammetjes in de wij dartelen, jonge veulentjes die weer geboren worden bij de paarden. Nou, natuurlijk heel veel jonge vogeltjes worden er uiteraard geboren, die dan uiteindelijk weer na zoveel tijd weer het nest kunnen verlaten als ze weer wat kunnen vliegen en goed hebben gegeten. Er is natuurlijk weer een meivakantie voor jullie dan weer, natuurlijk voor de kinderen onder ons. Ik ben natuurlijk geen kind meer, dus ik heb geen meivakantie. Maar jullie wel natuurlijk als kinderen zijn. Voor de meeste YouTubers zal het wel zo zijn. Vaak duurt dat 14 dagen, zo'n meivakantie. De natuur gaat natuurlijk weer lekker groeien en bloeien. De struiken, daar komen weer knopjes aan en aan de bomen ook. En dat vind ik altijd een prachtgezicht. Ik vind dat elk bepaald seizoen toch wel iets heeft, waardoor je dan toch wel weer leuke nieuwe ontdekkingen doet. We kunnen misschien in mei, als alles weer lekker weer wordt en het wordt weer wat warmer, misschien weer even lekker buiten op de patio zitten, Frans en ik. Of ik alleen met Remy. Ja, en eigenlijk ook de koeien gaan dan, die gaan misschien iets eerder naar buiten, misschien in de maand april al. Maar ja, als het dan nog te koud is, wordt het misschien ook wel mee voordat die eigenlijk dan weer naar buiten gaan. Maar die zie je dan wel weer eigenlijk veel in de weilanden lopen. Nou, ik hoop dat jullie dit ook weer een leuke vlog van mij vonden. Ik vond het weer leuk om te doen. Abonneer je nog even op mijn kanaal. Steek een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. En misschien willen jullie nog een leuke reactie op de reactiebalk achterlaten. Ik hoop het. En ik zie het dan wel weer tegemoet bij jullie. Nou, tot volgende keer maar weer, lieve YouTubers, tubers en alle nieuwe leden die ik ben vergeten te noemen. Tot ziens!